Welkom weer bij een nieuwe video. En vandaag heb ik weer een Shein shoplog voor jullie. En ja, ik heb het hier voor me. Dit keer voor de maand mei. Ik moet even hoesten. Oh nee, toch niet. Er zitten hier allemaal spullen in. Zoals je kan zien. Dus ik ben benieuwd wat er precies allemaal in zit. Want ik ben het onderwerp al een beetje vergeten. Dus laten we maar opengooien. Ik heb hem trouwens wel opengeknipt. Hij is leeg. En nu zullen jullie wel denken, mei, het is eind mei, het is alweer bijna juni, of het is misschien wel juni als jullie dit op het moment kijken. Maar ja, ik was een beetje laat met bestellen, dus het duurde natuurlijk ook voordat het helemaal hier is, want ja, de winkel is natuurlijk niet om de hoek. Dus ja, hij was een beetje laat, maar het maakt helemaal niet uit, want ik was ook laat met bestellen. Maar ik heb hier allemaal dingetjes en ik ga het aan de kant schuiven en we gaan beginnen. Nou, en nu aan de kant schuiven. Iedereen heeft het ook van de tafel schoot. Nou, deze schiet er al gelijk uit. Dus laten we dan ook maar met deze beginnen. Dit is het. Hey, het is een shirtje. En er staat op Daisy. Dat zijn merkjes die ze ook kopen bij Shein. En dit is dus het merk Daisy. Daar verkopen ze ook wel lekkere zachte dingetjes. En allemaal leuke dingetjes. Dus ik zou zeggen, kijk er eens naar. Deze heb ik besteld in een maatje S. En het is een gewoon t-shirt. En er staat op Retro. En zo te zien is het een beetje een oversized t-shirt. Niet helemaal verwacht, maar ik vind hem eigenlijk wel leuk. Het kleurtje ook. Ook omdat het zo lang is, gewoon over een broek heen. Vind ik het wel erg leuk. Dus laten we hem aantrekken. De regen is net weg, dus we nemen het zo nou even op. Hoop dat het niet weer gaat regenen. Daarom liggen de kussens ook niet op de bank. Maar dit is dus het shirt. Zo valt hij. Ik vind het dan leuk om zo eroverheen te doen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een leuk knoopje mee maken. Ik vind hem zelf erg leuk, ook op deze broek. Maar ik kan natuurlijk ook op veel andere broeken, maar deze geef ik zeker een duimpje omhoog. En we gaan door naar de volgende. En dan gaan we naar deze kant. En ik zie dit. Ja, ik weet wat het is. Deze heb ik ook besteld in maatje S. Dat zie ik aan de zak. Mag je naast me. Het is een korte broek in een crème kleur. Nou, hij heeft geen stretch. Maatje S. Ben benieuwd. Ziet er leuk uit, dus pas maar. Nou, dit is het broekje. Hij is een beetje te groot, ook hier aan de bovenkant. Verder vind ik hem wel erg leuk, ook het kleurtje, ook met dit shirtje erop. Ik heb hem nu even gekropt in mijn BH, maar verder is hij wel leuk. En als ik hem er zo uithaal, ja, dan valt hij er natuurlijk overheen. Kan natuurlijk ook, maar ik weet het niet helemaal mezelf, maar ik vind de kleurtjes allebei wel erg leuk. Jammer dat hij een beetje te groot is. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen kortingscode op Shein voor als je iets gaat bestellen. De linkjes staan trouwens allemaal in de beschrijving. Waaronder dus ook mijn kortingscode BYZU5050. Dus gebruik hem zeker. En we gaan weer door. En ik zie allemaal leuke kleurtjes, maar ik denk dat ik toch begin met deze. Wat was dit ook alweer? Ik weet het niet meer. Wat is het? Het is een blouse, denk ik. Ja, met een V-hals. Ik weet niet precies wat ik ervan moet vinden. Hij loopt hier, het is geen V-hals, maar er loopt hier een V. Dat bedoelde ik ermee. Het kleurtje is wel leuk, maar ik weet niet precies of het helemaal bij mij past. Maar ja, dat zien we wel zodra we hem aan hebben. Wat ik al zei, ik heb mijn maatje S besteld. En never judge your book by its cover. Nou, dit is het topje op het broekje. Weet ik niet precies wat ik ervan vind. Zelf vind ik deze franjes wel leuk. Ze gaan ook door op de achterkant. Dus dit is de achterkant. En dit is de voorkant. Zelf vind ik hem wel leuk. Maar ik moet nog even kijken met wat ik hem precies ga combineren. En hij kan ook gewoon voor stage. Dus ik ben er blij mee. En we gaan weer door. En ik zie iets heel kleurrijks. Wat ik graag wil openmaken. Heel kleurrijk. Oh, het is een jurk. In een maatje S. Dit is de bovenijs. Heel kleurrijk. Wow. Deze heeft wel een V-hals. Mouwtjes zijn... Maar lengte volgens mij. En dit is het rokje. Hij voelt wel lekker zacht aan. Nou, volgens mij kan ik er niet doorheen kijken. Een beetje, maar het zie je het niet meer heel erg. Hij voelt goed. Ziet er leuk uit. We gaan hem passen. Nou, dit is het jurkje. Ik vind het kleurtje erg leuk. En hij is niet heel kort. De V-hals loopt wel een beetje open. Dus als ik op stage wil, moet ik een hemdje onder mijn vres. Vind ik hem wel erg leuk, het kleurtje. En ook hoe die zit. Dus deze krijgt een dik vette duim omhoog. Nu gaan we weer naar deze kant en ik zie dit. En ik weet wel wat het is. Toch? Als ik het goed heb. Yes!
Het is een topje en ik dacht, dit is leuk voor stage. Want voor stage mag je natuurlijk niet al te open. Want ja, ik hou er wel van. Maar ja, het moet natuurlijk wel kindvriendelijk blijven. Dus dit is het topje. Hij heeft leuke, ja, ik noem het even roesjes aan de mouwtjes. Nou, hij is lichtroze. Hij valt wat breder, maar ik denk wel dat hij erg leuk is. Is een beetje een blouseje. Hij heeft ook dezelfde maat S. Maar laten we niet veel over praten. We gaan hem gewoon aantrekken. Nou, dit is het shirtje. Ik vind deze erg leuk. Hij zit nu in mijn broek. Zo ziet hij uit mijn broek. Maar toch vind ik hem zo het leukst. Dit is de achterkant. En dit is dan de voorkant. Ik ben echt verliefd op deze. Dus ik denk dat ik deze nog wel in meerdere kleurtjes ga stellen. En we gaan weer door. En we pakken dit keer deze. Van dit weet ik dan weer niet wat het is. In maatje S. Ook een jurk. Oké, dit is ook een jurk. Leuk voor stage. Maar hij ziet er wel heel kort uit. Dus dat wordt nog wel leuk. Zo zitten het mouwtjes. Normaal gewoon een ronde hals. De rok. Daar zit hij trouwens ook een stretch. En de rok is best kort, zoals je kan zien. En de printje zijn bloemetjes. Dus laat hem aantrekken. Ben benieuwd. Nou, dit is het jurkje. Hij is een goede lengte. En ik vind hem ook erg leuk zitten. Nou, een rondje draaien. Hij is nu wel statisch, want hij is nog niet gewassen en hij komt net als verpakking. Dus raak me aan en ik doe. Maar voor de rest vind ik hem wel erg leuk en hij zit heel leuk. En we gaan weer door en we pakken deze. Ook in maat S. Jurk, shirt, rok, wat is het? Het is een rokje. Ik weet niet heel goed wat ik ervan moet vinden. Want het is zo'n stretchy bovenkant, maar ik vind hem best lang. Bij de rest de stretch is wel heel goed. Het printje op de rok zijn bloemetjes, best groot. Dit is voor het eerst dat ik echt van die kleurrijke rok bestel, omdat deze nu wat in worden. Dus ik ben benieuwd hoe dit mij gaat staan en we gaan het gewoon passen. Nou, dit is het rokje. Ik vind hem eigenlijk best wel leuk met het shirtje dat ik nu aan heb, mijn polo. Maar ja, ik vind hem eigenlijk best leuk. Ik had het niet verwacht, maar toch vind ik hem leuk. Tadaa! Nou, en nu zijn we alweer eigenlijk op de helft. Nou, eigenlijk al bijna over de helft. We zijn al bijna weer bij het einde. Maar als je denkt, ik heb echt een superleuk rokje, topje, jurkje gezien. Of je gaat hem nog tegenkomen. En je denkt, deze moet ik echt bestellen. Vergeet mijn kortingscode BYJO55 niet. Voor 15% korting. Nou, we gaan weer deze kant op. En dit is... een topje die ik erg leuk vond. Maar ik wist al dat deze erin zat. Ook een V-hals. Leuk gewoon voor het stappen. Of gewoon om leuk aan te trekken. Nou, niet naar stage. Maar misschien wel gewoon lekker in de zomer. Het is een crop top. Hij heeft hier ook stretch aan de onderkant. Wel lange mouwen. En dus die V-hals. Maar ja, we gaan hem gewoon aantrekken. Nou, dit is de top. Ik vind hem zelf wel erg leuk. Hij zit ook goed. Hier is natuurlijk wel wat open. Maar voor de rest vind ik hem wel heel erg leuk. Ook omdat het zo gekropt is. En ik vind hem ook erg leuk op deze broek. Nou, nu gaan we wel weer in het groene thema verder. Want ik zie hier een groene broek. Nou, ik neem aan dat het een broek is. Oeh, hij voelt wel lekker. Hij voelt zacht. Hij is heel glim. Oh, yes. Nou, dit is de voorkant. Hij is zacht, glim. Hij heeft hier zakken, die zijn echt. En hij heeft één kontzak. Ik weet niet, we gaan hem aantrekken. Hij is ook trouwens stretch. Maar wel leuk, Gucci groen. Nou, dit is de broek. Ik heb er even een ander topje op aangetrokken, want ja, anders leek ik een beetje op een watermeloen. De broek is wel lang genoeg. Ik weet niet precies wat ik ervan moet vinden. Je kan hem wat lager dragen en wat hoger. Er zit hier ook een strikje en hij is elastiek. Nou, hij heeft hier twee zakken en een zak aan de achterkant. Ik weet niet precies wat ik ervan vind, maar hij zit wel lekker. En we gaan alweer naar de, ik wil zeggen derde laatste, maar het is de tweede laatste. Oké, maatje S. Jurkje, topje, rokje, jurkje. Yes, I like it. Dit is een boho jurkje. Zoals je ziet zit hier kant. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar kant aan de voorkant. Hij is wit en hier aan de zijkant heb je dat ook. Dat schijnt gewoon door. Dan zie je gewoon je huidskleur heen. Hier heeft hij en stretch en zo'n ja, doorzichtig kantje. En de rok is gewoon helemaal wit. En volgens mij zit onder de rok ook nog een rok. Ja,
Ik weet niet precies, maar zo'n onderrok. Hij voelt goed aan. De rok voelt ook dik aan. Dus ik neem aan dat hij niet doorschijnt. Ja, de bovenkant misschien, maar de onderkant niet. We gaan hem gewoon aantrekken. Ik heb er zin in. Nou, deze jurkje, zoals je ziet, is hier open. Ik vind hem erg leuk. Alleen moet misschien nog een beetje gestreken worden. Maar voor de rest, hij schijnt niet echt door. En ik vind hem heel erg leuk. Nu gaan we door naar de ene laatste. En dat is deze korte broek. Die ik in maatje S heb besteld. En dit is, ja, ik noem maar even een koeienbroek. Tie-dye broek. Het is dus een witte broek met blauwe vlekken. Ik noem het gewoon een koeienbroek. Ik vond hem erg leuk. Er zit geen stretch in. Maar we gaan gewoon kijken hoe die staat. Nou, de zon is nu een beetje weg. Ik denk dat er een wolk voor zit. Ik heb nu best koud, maar maakt helemaal niet uit. Dit is het broekje. Ik vind het print erop wel leuk, maar ik vind gewoon de manier hoe die zit bij mij. Misschien komt het ook wel door het shirt. Niet helemaal leuk. Misschien wel voor iemand anders, maar hij is niet voor mij gemaakt, denk ik. En we gaan nu door naar de allerlaatste. En dat is deze. En als het goed is, is dit een jurk. Waar ik vanuit ging. In maatje S. Dit is de bovenkant. Hij heeft een V-hals, lange mouwen. En dit is gewoon de onderkant. Gewoon eigenlijk een classic basic jurk. Dus daarmee gaan we lekker afsluiten. Dus laten we hem aantrekken. Nou, met deze jurk voel ik me wel echt een juf. Nou, hier moet dan wel een hemdje voor. Maar de lengte, hij is wel leuk. Maar ik weet nog niet helemaal precies. Ik ben meer van de korte jurkjes. Maar dit vind ik wel ook wel erg leuk. Ook met deze schoen eigenlijk wel. Dus deze krijgt ook een duimpje van mij omhoog. Ik hoop dat jullie deze video super leuk vonden. Dus dan zeg ik een dikke met de duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Bijtje natuurlijk. Vergeet mijn kortingscode Bijtje55 niet. Als je iets wilt bestellen voor 15% korting. En vergeet ook zeker niet te volgen op Instagram en TikTok. Bijtje Griekse IT. Doei!